ging naar binnen, ik kom terug, ik wil mijn fiets weer meenemen en mijn fiets is weg. Hoe lang bent u weg geweest bij je fiets, denk ik? Nog geen 5 minuten. Hooguit 5 minuten. En die fiets is cruciaal voor Marleen. Iedere dag staat ze om 4:15 op om te beginnen aan haar 3 krantenwijken om financieel rond te kunnen komen. In totaal brengt ze 335 kranten rond in de omgeving van Wervershoofd, die voor 7:00 ochtends bezorgd moeten zijn. Noodgedwongen gebruikt ze nu daarom maar de fiets van haar kinderen. Dat is even behelpen, ja. Ja, het is even wisselen van de wacht af en toe. Dus u brengt straks de fietsen terug en dan kan zij weer weg? Dan kan zij weer verder, ja. Ja, zo doen we het maar even. Ja, lopen is geen optie in deze wijk in Zwaagdijk. Dat is veel te veel, de afstanden zijn te groot. Ik vind het heel erg, ja, kan ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ik ben echt onthand. En ik heb aangegeven, het gaat niet alleen om mij, maar ik vind het gewoon, ze moeten de spullen van andere mensen afblijven. We werken er hard voor en het is gewoon weg. Ze is namelijk niet het enige slachtoffer. Op de Facebookpagina Je bent Wervershoofd als wemelt het van de klachten over diefstal en vernieling. Die lijken soms klein te zijn, maar hebben dus soms grote consequenties. Zoals dus voor Marleen, voor wie een andere fiets onbetaalbaar is. Het was een fiets van €900. Nee, ik loop niet voor niks een krantenwijk, zo vroeg 3 wijken. Nee, dat is echt puur voor het geld. Wat zou je tegen de dader willen zeggen? Blijf alsjeblieft van andermans spullen af. Je hebt geen idee wat je aanricht.